Onder leiding van Daan Kluwer en Martin Diaz, het NJEO. Dames en heren, goedenavond. Hier Bedweter, volle zaal in de ronde waar we het gaan hebben over waarom wij toch in hemelsnaam zo onverdraagzaam aan het worden zijn. Wat is het dat dat ooit zo open en tolerant in Nederland langzaam aan het afglijden is naar een behoudzuchtige, gesloten, conservatieve samenleving? Bent u daar ook onderdeel van? Dat willen we natuurlijk weten van de gasten die zo meteen hier aanschuiven. En waarom willen we toch maar één ding? En dat is vasthouden wat we hebben. We gaan op zoek naar de wortels van ons onbehagen en de vraag of er nog een weg uit is en er een waar solidaire nieuwe samenleving op te bouwen zou kunnen zijn. En dat doen we met de eerste gast. En het is me groot genoeg. Hij is Amerikaan, historicus. Schreef een groot aantal boeken over Nederland, Nederlandse geschiedenis, over euthanasie, drugsbeleid, werk, hoogleraar moderne Nederlandse geschiedenis aan de Universiteit Utrecht, professor James Kennedy. De tweede gast vanavond is jurist, publicist. Gaat het? Ja? Ga lekker zitten. Tweede gast vanavond is jurist, publicist, schrijver. U hebt natuurlijk allemaal haar prachtige boek Het Hoge Nest gelezen. Even handen, wie dat heeft. Ja, dat dacht ik ook. Ze was zomergast, ze heeft de 4 mei-lezing gehouden, boekweek-essay vorig jaar. En nu met een prachtig, heerlijk en toch ook filijn boek, Eigen Welzijn Eerst, hoe de middenklasse haar liberale waarden verloor. Geef een groot applaus aan Roxane van Ypres. Ja, kom daar nog maar eens overheen. James, gaat het? Het gaat helemaal goed. Oké, gelukkig. We hebben afgesproken met z'n allen te tutoyeren. James, een Amerikaan die zich gaat verdiepen in de Nederlandse geschiedenis. Hoe komt dat zo? Het saaie antwoord is, ik heb een Nederlandse moeder. En ik wil haar... Doe het leuke antwoord maar. ...kunnen verklaren. Ja? Het beste antwoord is, en dat is wat mijn promotor tegen mij... Ik ga even een klein beetje, volgens mij kan de technicus uithangen, deze iets van je baard trekken. Zo, ja. Mijn beste antwoord is dat mijn promotor zei, Nederland is een onderbelicht, maar fascinerend land. En dat moet uitgediept worden. En daar ben ik nu helemaal eens. En daarom doe ik wat ik doe. Ja, snap je die Nederlanders een beetje of niet? Ja, ik denk, mijn vrees denk ik altijd als buitenstaander dat ik dat zou gaan verliezen naarmate dat ik in Nederland woonde. Want ik woon inmiddels 20 jaar in Nederland. Ja. En ik heb het idee dat ik wel steeds meer Nederlander ben en dus hopelijk ook Nederlanders snap. Ja. Dus, en je verliest ook wel een beetje de kritische distantie dan met de jaren? Of? Ja, ik denk dat of blijven het rare apen, die Hollanders? Ik heb bijvoorbeeld, ik heb altijd Nederlanders bijzonder lomp gevonden. Dat vond ik wel eigenlijk een van de moeilijkste aspecten van in Nederland wonen. Ja. Vind je mij nu ook, is dit ook lomp wat ik nu doe? Of zou een Amerikaanse interviewer dit veel galanter inkleden? Wellicht. Ja. Roxane, hoe is het met jou? Leuk dat je er bent. Het Hoge Nest kent een hele mooie ontstaansgeschiedenis. Het huis waar jij kwam wonen, daar zat een verhaal wat groots en tragisch was achter. Dat heb je beschreven, veel mensen hebben dat gelezen. Wat is de ontstaansgeschiedenis van dit boek? Ja, ook tragische aanloop. Nee. CDA-congressen. Oh, gaan we echt zo? Ik moet me bedwingen om niet nu een grap over de Holocaust en CDA-congressen te maken, maar dat gaat heel hard dan misschien. Nee. Maar wat is het? Dat was eigenlijk heel kort. In 2019 had je de twee kroonprinsen van het CDA, Wopke Hoekstra en Hugo de Jonge. Ben ik ook aan het... Nee, nu heb ik weer... Ja, ik zit... Dit zal een beetje met die valpartij te maken hebben. Hij zat net tegen je baard aan en nu zat hij tegen je jasje aan. Kijk dan. Nou. Oké. Okay. Dit is misschien ook lomp, hè? Volgens mij zit hij zo goed. Ja, zeker. In 2019 was het hele tijd in het nieuws dat er een kroonprinsenstrijd binnen het CDA was. Tussen Wopke Hoekstra en Hugo de Jonge. En
ik ben altijd heel benieuwd naar houden ze een grote speech waar ze eigenlijk voor de eigen achterban zichzelf positioneren. Van nou, dit is mijn toekomst voor de partij. En toen viel mij meteen op, dat was binnen 1 week was dat, in de nazomer van 2019, dat zij allebei de Engelse term the fear of falling gebruikten. En dat is een voor mij bekende term, omdat ik heel erg hou van de Amerikaanse schrijfster die helaas net overleden is een paar weken geleden. Bam, jij zal er haar werk ook goed kennen, Barbara Ehrenreich. En zij heeft een beroemd boek geschreven, Fear of Falling. En dat gaat over de middenklasse, over de Amerikaanse middenklasse. En eigenlijk over de snelle opkomst van de new professionals. Dus een heel kort gezegd, een klasse, ja, nieuwe rijk, of in ieder geval de bovenste laag van de middenklasse. Mm-hmm. Die niet zozeer door hun erfenis, door hun groot grondbezit die positie kregen, maar binnen die uitgedijde private wereld opeens managementfuncties kregen of in de advocatuur. Ik heb het idee dat Roxane toch een beetje dat de ben ik ja, het? We zijn er rust een klein vloekje op dit. Ja, ik ben het. Nu beter? Oké. Niet bewegen. Hij zit in mijn oog. Kijk uit met die mimiek, ja. Sorry. Ze zeggen altijd dat ik mijn ogen dichter moet doen, dus misschien is dat het. Nee, dus zij gebruikten allebei fear of falling. En zij zeiden eigenlijk, in Nederland moet het weer lonen om hard te werken. Mm-hmm. Termen als wederkerigheid, solidariteit, hele grote zware termen. En de fear of falling is in ons gekropen. Vroeger kregen we het met iedere generatie beter. We wisten, als je je best doet en je haalt een diploma, je werkt hard. Voor de middenklasse was er toch iedere keer een wortel van een zekerheid. En er was ook een vangnet. Dus je kon ook nog wat risico's durven kon je nemen. Want de overheid zorgde voor een vangnet. En dat is er allemaal niet meer. We hebben nu fear of falling. En vervolgens koppelden ze dat allebei overigens weer aan migratie. Dus toch weer terug een beetje naar de. En fear of falling betekent dan, ik raak mijn positie kwijt. Ik kukkel uit. Ik heb misschien wat stapjes gemaakt op die sociale en economische ladder. Ik kukkel eruit. En dat ligt aan de Syriërs, want die nemen mijn plekje in. Nou, zo'n rechte lijn zullen ze nooit trekken. Maar in ieder geval wel. Bijvoorbeeld Wopke Hoekstra zei in zijn lezing, we hebben hier in Nederland heel erg een idee van wederkerigheid. En als er dan mensen zijn die alleen maar dingen komen halen, wederkerigheid wil zeggen, ik werk hard, maar dan verwacht ik er ook wel wat voor terug. En als er dan allemaal mensen komen die eigenlijk alleen maar zeggen, ik verwacht alleen maar dingen, ja, dan is er geen wederkerigheid. En de mensen die dan alleen maar wat verwachten, dat zijn mensen, migranten, dat zijn uitkeringstrekkers. Nou, weet je, het is inmiddels natuurlijk niet alleen maar meer de vreemdeling. Hè, wat natuurlijk altijd de eerste is waar alle vingers naartoe gaan als dingen misgaan. Dat is echt geen Nederlands fenomeen, dat is een wereldwijd fenomeen. Maar het is inmiddels alles wat, ik verwijs, wat wel heel cru is, maar toch omdat het een prachtig boek is. In de Tweede Wereldoorlog had je de term de mensen die aan tafel zitten wel mee eten, maar eigenlijk niets bijdragen. Dus de nutteloze meeeters waren dat. En dat zag je in coronatijd ook heel sterk. Wie zijn de productieve meeeters? Hè? Wie zijn degene die deze samenleving draaiende houden? En wie zijn eigenlijk de nutteloze meeeters? Het dorre hout. Voor wie zit ik nou eigenlijk opgesloten? Zit ik voor het dorre hout opgesloten? Nou, die tweedeling, die zie je dat die steeds meer gemaakt wordt. Dus het gaat niet alleen maar over migranten. Het gaat ook over onaangepasten, in de bredere zin van het woord. Het gaat over mensen die misschien chronisch ziek zijn, tijdelijk niet meekomen. Dus het wordt in ieder geval steeds sterker dat er een wij tegen zij tweedeling begint te komen. Nou, en daar wilde ik graag, naar aanleiding van die twee speeches, dacht ik, oké, als jullie nu dit pad gaan kiezen, de fear of falling, en daarop gaan inzetten, dan wil ik daar heel graag een essay over schrijven. Ja, wat jou dan fascineerde, schrijf je in het boek, is dat het daarmee niet meer iets was wat alleen maar op de flanken gebeurde. Bijvoorbeeld aan de rechterzijde van het politieke spectrum bij een aantal partijen. Maar dat het iets van het grote midden werd. Ja. Wat ik hoop, daar hadden wij het net samen al over, dat vind ik een ontzettend boeiend onderwerp.
is de afgelopen jaren lijkt het wel alsof we iedere dag bevangen zijn door nieuwe ophef. Wie ligt er naakt aan een zwembadrand? Wie drijft er op een piano? Wie doet er de meest gekke dingen en zegt er de meest gruwelijke dingen in het parlement of in een krant? Terwijl ik denk, nee jongens, natuurlijk, bestrijd de extreme. Hè? Altijd, bestrijd de extreme. Maar je kunt ook op twee leggers kun je ook lopen. Bestrijd de extreme. Maar kijk ook naar dat midden. En dat midden is de afgelopen 30 jaar gewoon echt conservatiever geworden. Ja. Opgeschoven. Terwijl heel veel mensen dat natuurlijk helemaal niet zo... Dat is een glijdende schaal. Dat is niet een bewust iets. Maar het gebeurt Laten we dat proces begrijpen. En dan is het misschien goed om terug te gaan naar... Ik zei het in mijn introductie eventjes. Het open, tolerante Nederland. Wat het dan daarvoor was. Zo dat ooit bestond. Wanneer was dat dan, James? Wanneer was Nederland op zijn openst, op zijn tolerantst? Het was heel even. Eergisteren, om 3:00. Ongeveer 1963. Ja. Dus, en wat je kan zeggen is dat... wat je had, denk ik, en dat was niet alleen in Nederland, maar ook hier, was dus dat alles leek mee te vallen. Mm-hmm. Je had te maken met lonen gingen in reële termen 15-20% omhoog elk jaar. Einde van de echte enge Koude Oorlog leek in zicht te zijn. Mensen overal ter wereld leken dan inderdaad nieuwe landen te kunnen stichten en nieuwe mogelijkheden aan te kunnen gaan. Dat is ook natuurlijk wel weer gelegenheid zat voor anderen naar Nederland te komen. Mensen hadden vertrouwen in elkaar op zo'n manier, op zo'n grote schaal, dat ze dachten van nou, laat gewoon ook riant zijn in een gulle verzorgingsstaat. Mm-hmm. Laten we ook bijvoorbeeld een algemene bijstandswet invoeren, zodat Nederlanders nooit meer afhankelijk hoeven te zijn op de bedeling, waar iedereen zich vrij mag ontwikkelen als mens, dan als persoon, om toch wel eigen geluk te vinden. Maar ik denk dat je ongeveer de eerste helft van de jaren 60 misschien dat wel het meest zag. Hè? Dus dat was even. Ja. Is dat een cultureel of een economisch optimisme? Dat is een cultureel optimisme. Zeker is het economisch, maar ik denk nog meer is dat een cultureel optimisme geweest. Ook de notie daar dat een nieuwe wereld zou kunnen ontstaan. De wereld van oorlog, ook de wereld van honger, de wereld van intolerantie, dat eigenlijk allemaal zou verdwijnen. Hè? Dus dat die oude scheidslijn tussen katholiek en protestant, dat die dan opgeheven zou kunnen worden. Hè? Dus er was ook, denk aan het Vaticanum II. En er zijn allerlei andere dingen die dan zijn gebeurd. Maar het was eigenlijk vooral een culturele verwachting dat de wereld echt nu zou doorbreken naar een nieuwe tijdperk. En dat lag, denk ik, in wederzijds vertrouwen en ook wel in de verdraagzaamheid die daar wel uit vloeide. Ja. Dus dat is denk ik wel, denk ik, heel sterk geleefd perspectief die heel veel Nederlanders, maar ook wel West-Europa, Amerikanen hebben het zelfs gehad. Ik denk van, nou, het is net op dat moment waar ook I Have a Dream speech, hè, dat was ook wel 1963. Mm-hmm. Dus dat is denk ik wel kader, denk ik, een beetje die tijdperken in. Ja. Wat is het, vanaf dat moment is het gelijk al langzamerhand gaan afbrokkelen, dat optimisme, die openheid, die tolerantie? Ja. Ik bedoel, het is niet... Deze dingen zijn ingewikkeld en ik wil het niet ingewikkelder maken dan ze zijn. Maar je kan zeggen, in de eerste plaats, wat je ziet al in de jaren 60 en de 70, zijn een paar dingen die belangrijk zijn. Eerst is het van, hoe ver moeten die veranderingen worden ingevoerd? En dan krijg je echt een vrij sterke lijn, een onderscheid tussen links en rechts over hoe ver dat zou moeten gaan. Heel veel van die dromen lijken ook niet uit te komen. Je kunt wel denken ook aan alle rel in de Amerikaanse steden. Maar je ziet ook wel meer confrontaties elders in de wereld. Dat is denk ik één ding. Een tweede ding die dan ook wel opvalt is dat er echt een heel sterk gevoel is van solidariteit. Dit doen we allemaal samen. Mm-hmm. En we gaan samen bewegen naar een nieuwe toekomst. Maar dat duurt, zou je kunnen zeggen, alleen maar ongeveer 10 jaar.
In een recent boek, John Jansen van Gaal heeft daar ook wel... Nou, het is een boek die gaat over de ik-tijdperk. Ja. Oud-hoofdredacteur van de Haagse Post, een belangrijk tijdschrift destijds. Ja, en hij had het ook over de ik-tijdperk in 1979. Dus wel, eind jaren 70 is er al sprake van een ik-tijdperk. Hij schrijft er daar ook al in. In 1974 begon het allemaal te veranderen in Nederland. Ineens, in plaats van we gaan het allemaal groots doen, iedereen kreeg zijn eigen hobby. Ja. Zorgen. Hè? Nou, ik ga mij inzetten voor dit. En ik ga mij persoonlijk inzetten voor dat. Nee, iedereen deed dat op zijn eigen manier. Op zijn eigen individuele manier. Ja, we hadden ons een beetje ontworsteld aan die... Nou, ik helemaal niet. Ik ben pas 38. Ja. Maar ontworsteld aan die zuilen. Hè? Daar waren we allemaal blij mee ook. Maar daar kwam een individualisme voor in de plaats. Ja, kwam er voor in de plaats. Ja. En waar dan eigenlijk dat gevoel, dat notie van dat wij dit allemaal gezamenlijk dragen, dat wij ook wel... ook verdraagzaamheid jegens elkaar zouden moeten zijn, op den duur daar dan ook door uitgehold wordt. Ja, Roxane 1963, dat is ongeveer een klein momentje van gelukkig Nederland, wat we dan zouden kunnen aanwijzen. Vanaf dat moment is het alleen maar bergafwaarts gegaan. Is dat een diagnose die jij deelt? Dat is ook overigens mijn geboortejaar. Oh, dat zal het zijn. Dat zal het zijn. Nee, dan ben ik het meteen met je eens. Weet ik niet. Nogmaals, het zijn allemaal hele grote ontwikkelingen. En ik denk, als we dan een sprong voorwaarts nemen. Dit zijn inderdaad de culturele emancipatiestromen. Heel belangrijk, zeker in Nederland. En als we dan, wat ik altijd een mooi moment vind, is november 89, val van de Berlijnse muur. Van cultuur even over naar economie. Dat is een beetje het startpunt voor de wereldwijde uithol van de vrije markteconomie. En van daaraf zie je dat het culturele eigenlijk omslagpunt, wat jij net schetst, versterkt wordt door het economische verhaal. Want waar gaan we op inzetten? Deregulering, privatisering, maar vooral natuurlijk eigen initiatief. De eigen persoonlijke ontwikkeling van mensen. Wat je dan specifiek in Nederland ziet... En ik denk dat je dan ook weer dat versterkte, het ik-verhaal heel erg ziet, is dat wij zijn gegaan van een economie die heel erg draaide om allerlei belanghebbenden. Dus je had een bedrijf en daarin gold eigenlijk de klant, was even belangrijk. Je had een ondernemingsraad, die was even belangrijk. De samenleving was even belangrijk, leveranciers en natuurlijk de aandeelhouders. Maar dat was in Nederland een systeem waarin we best wel gelijkwaardig binnen dat bedrijf daarnaar keken. Het stakeholder model, het Rijnland model. En die omslag naar dat Anglo-Saxische shareholder model, waarin eigenlijk nog maar één iemand belangrijk was, en dat was winstmaximalisatie en de shareholder. Mm-hmm. Daar zie je dat economische systeem ook een enorme weerslag op gedrag heeft gehad en op de waarde die je uit een samenleving haalt. Geef eens een voorbeeld. Als je bijvoorbeeld kijkt naar ons belastingssysteem. Hoe dat ook met een glijdende schaal zo is ingericht dat wij op dit moment arbeid, en dat is toch waar ook de middenklasse voornamelijk op leunt, veel zwaarder wordt belast dan bijvoorbeeld stil doodvermogen, noem ik het altijd maar. Dus de mensen die eigenlijk met, als je even kijkt naar de morele waarde die je uit arbeid haalt, waar de middenklasse op drijft, dan is dat, we hadden het toevallig net al over, discipline, ergens op tijd komen, ergens goed in willen zijn. Eigenlijk al die dingen die achter arbeid zitten. Kun je heel knullig vinden, maar dat is ook zingeving. Dat is heel belangrijk, dat een samenleving die morele waarde in zich heeft. Die ben je eigenlijk steeds meer gaan bestraffen. Als je nu kijkt naar jonge mensen, dan ben je eigenlijk best wel een sukkel als je tot je 65ste gaat doen wat wij doen. Gewoon werken. Ben je veel slimmer als je in doodvermogen al redelijk snel, als je daar gewoon met slaap... Huizen, aandelen, crypto. Crypto's, aandelen, maar dan ben je veel slimmer. En waarom? Omdat dat een belastingstelsel is wat wij zo hebben ingericht. Dus dat zijn ook de waarden die je gaat belonen of bestraffen in een samenleving. Ja, dus helemaal geen cultureel fenomeen. Het is een cultureel fenomeen natuurlijk, maar de basis daarvan is verankerd in economische wetmatigheden. Het tweede is publieke voorzieningen. Die middenklasse die was altijd enorm afhankelijk van publieke voorzieningen. Die hele kleine toplaag daarboven, die regelt zijn eigen zorg wel. Die kan naar een privékliniek, die kan zijn kinderen naar een Lutzak college sturen.
Maar die middenklasse die is echt afhankelijk van goede publieke voorzieningen. Zeker als je gelooft in gelijke kansen. Het is ook een economisch verhaal. Als je die publieke voorzieningen langzaam maar zeker uitholt, dan krijg je dat de bovenlaag in die middenklasse zegt, nou ja, die scholen zijn niet meer goed, ik ga bijles inzetten. De zorg loopt vast, ik ga naar een privékliniek. Dus zo krijg je eigenlijk dat het culturele verhaal wat jij net uitlegt versterkt wordt door een economisch verhaal. Nou, dan zijn we met hele grote, dit is enorm zwart-wit, met hele grote stappen zijn we waar we nu zijn. Ja, waar we nu zijn gaan we zo meteen over doorpraten, maar we gaan vooral ook doorpraten over wat we kunnen doen om hier weg te geraken als we streven naar een toch opener, toleranter en solidairder Nederland. En we gaan het ook nog even hebben over wellness, rechts en draagzakmoeders en wat die in dat hele vreselijke fenomeen wel niet te betekenen hebben volgens Roxane van Ieperen. Maar we gaan eerst naar muziek. Geef ze een groot applaus! Do I have to keep on talking till I can't go on? Why see it your way? Run the risk of knowing that our love will soon be gone. We can work it out. We can work it out. Think of what you're saying. You can get it wrong and then you think that it's alright. Think of what I'm saying. We can work it out and set it straight or say goodnight. We can work it out. See things my way. Only time will tell if I am right or I am wrong. While you see it your way, there's a chance that we might fall apart before too long. We can work it out. We can work it out. Ja, we can work it out. Dat is natuurlijk de vraag, Roxane. Hoeveel boeken heb je geschreven? 5, 6. Waarom doe je het? Jeetje, ik ben zo blij dat ik het mag doen. Ja? Ik vind het geweldig. Ondertitel van een van je boeken was, waarom, wat doe jij als het erop aankomt? Is dat, ja. Is dat waarom je het ook doet, om die vraag te stellen aan ons of aan jezelf? Oh. Nou, eerder aan mezelf altijd. Ja. Wat hoop je dat een boek als dit bewerkstelligt? Nou, ik hoop vooral wat ik net zei, dat die discussie over dat midden meer op gang komt. En over onszelf, dus de decent citizens. Wij, de fatsoenlijke mensen, die heus niet racistisch zijn.
die heus willen dat de wereld progressief in elkaar zit. En oh, we willen allemaal gelijke rechten. En al die vrouwen moeten werken. En die mannen moeten mee daarin. En dan denk ik wel eens, oh jongens, kijk wat er gebeurt in dat fatsoenlijke midden. Ja. En hoe conservatief we eigenlijk met z'n allen nog zijn. En zeker als je maar even poke the bear. En iedereen zit weer terug in... voor het magische jaar 63. Ja. Het is ook niet zo raar, hè, met al die crises waar we mee te maken hebben, die economische onzekerheden die er zijn, dat we bang worden. Is angst een kernwoord in jouw analyse van de samenleving? Zeker. Angst is altijd een... En er is helemaal niks mis met angst, hè. Ik denk dat het op dit moment heel erg logisch is dat er angst is over de aantal de crises waar we voor staan. Maar wat je ziet is de natuurlijke reactie van de mens is te kiezen voor het bekende. Te kiezen waar we eeuwenlang, hoe we eeuwenlang geleefd hebben. En dat is conservatief natuurlijk. Terwijl die onbekende route naar waar we naartoe moeten, en daar zullen een heleboel dingen moeten veranderen als we die enorme crisis willen oplossen. Of je het hebt over een pandemie, of over het klimaat, over vrouwenrechten. Maar dan moet je dus wel leiders hebben, en dat hoeft niet alleen maar politici te zijn. Mensen in de samenleving die zeggen, dit zou de koers wel eens kunnen zijn. Laten we die kant op gaan in plaats van dat naar binnen gekeerde terug naar hoe het was. Ja. Is er een partij of een politicus waarbij je dat de afgelopen dikke 10 jaar hebt gezien in Nederland? Ik maak er wel een beetje een punt van om gewoon niet me voor of tegen specifiek partijen of politici uitspreken. Maar laat ik het dan anders vragen. Waarom lukt het niet om links fatsoenlijk te laten werken? Niet alleen in Nederland, maar in heel veel democratische landen. Waarom krijgt links, ondanks Piketty, ondanks het verhaal over vermogensongelijkheid, over kansenongelijkheid, waarom lukt het niet om links fatsoenlijk op te tuigen? Ja, dit is een vraag waar ik graag nog een paar nachtjes met jullie over doorpraat. Daar zijn ontzettend veel deelantwoorden op mogelijk. Ik heb in het essay geprobeerd een klein beetje... Hè, je moet ook wel mensen wat geven om mee te denken richting oplossingen. De rol van Big Tech is een ontzettend belangrijke. De enorme kloof tussen de mensen aan de macht die er belang bij hebben dat bepaalde dingen zo blijven, en een heleboel andere mensen die veel minder stem hebben, die verdeling. Het bekende. Heel veel mensen zeggen, god, hoe komt het nou toch dat zoveel vrouwen bijvoorbeeld zo makkelijk terugschieten in de bekende conservatieve moederrol. Laten we het even over welnisrechts hebben. Er zijn best wel pagina's, besteed je daaraan. Waarom is dat een belangrijke groep om het over te hebben? Als je wil begrijpen wat er met die middenklasse en met dat grote midden in Nederland gebeurt. Nou, wellness rechts is eigenlijk... Het gaat aan mij niet om dat iedereen daar zo per se op dat wellness rechts gefocust is. Wellness rechts, voor wie niet weet wat de term betekent, dat is een groep binnen radicaal rechts. Een groep die eigenlijk tijdens corona zich via Instagram, via Amerika, via het buitenland, in Nederland zich eigenlijk als een soort phoenix heeft herrezen eigenlijk uit de as. En binnen een groep die niemand zag aankomen dat die ooit radicaal of politiek zou kunnen zijn. Want schets eens even, want veel mensen kennen wel iemand die zich hiertoe aangetrokken voelt of die zo te definiëren is. Wat definieert iemand, een vrouw, die welnisrechts is? Wil je wat zeggen? Nee, ga je gang. Ik ben wel benieuwd wat jij van die vrouwen vindt. Ik ben nog meer benieuwd wat jij ervan vindt. Ah. Maar, ga ik je vertellen. Waarom ik dus wellness rechts aan de ene kant heel interessant vind en aan de andere kant ook weer daar niet op zou blind willen staren, is wat zo boeiend is dat je dus ziet dat uit een hele normale middengroep, in dit geval niet alleen maar huisvrouwen, maar in ieder geval vrouwen die een heel groot deel van hun dag op Instagram en in de moederrol en in de beautyrol en dus toch wel traditioneel, alleen dan heel hip aangekleed. Mm-hmm. Op zijn Ibiza, zeg maar toch hele traditioneel. Ik zeg altijd, het is eigenlijk hoe mijn oma verplicht moest leven, maar dan in een Ibiza-jurk. Die vrouwen, dan weet jij ook meteen waar het over gaat. Maar wat daar nou zo interessant aan is niet specifiek die vrouwen, want het is ook helemaal niet leuk om vrouwen te gaan zitten bashen, maar hoe een fatsoenlijke middengroep zo snel kan radicaliseren. En dat wilde ik, die anatomie wilde ik uitlichten, want
wat ik dacht, en dat is ook uit aan het komen, is dat gaan we vaker zien. Dat hele normale groepen snel radicaliseren. Je ziet het nu op het gebied van Oekraïne en Poetin. En deze groep heeft eigenlijk vooral meegesurfd op het anti-vax verhaal. Mm-hmm. Wat natuurlijk ook een heel dun bruggetje is tussen de natuurgeneeskunst en de yoga-wereld en de anti-vax wereld. En je moet ook genuanceerd blijven in die zin dat ze ook heel veel legitieme punten hebben. Ja. Alleen, de sprong was snel gemaakt van die groep online die zich zorgen maakte over vaccinaties en de eigen kinderen, naar radicaal rechts gedachtegoed in de zin van eeuwenoude antisemitische complottheorieën, waarin eigenlijk wordt gezegd, satanistische kinderkrachters nemen de wereld over. Dat is een beetje op een tegeltje. Die komt christelijke kinderen vermoorden of bloed wegzuigen. Ik hoor wat mensen een beetje mee denken. Nou, zo dat zal er wel mee. Maar dit is waar mensen in geloven, toch? Zeker. In Amerika is dit nogal. Dat zul jij vast wel wat over James zeggen. James QAnon. QAnon. Ja, sorry. QAnon. Ik denk ook maar QAnon. Dank je. Wat ook in Nederland voet aan de grond krijgt, is dat een belangrijk thema in dit verhaal, als we het hebben over wat er met dit land aan het gebeuren is? Het is duidelijk dat dit wel toeneemt. Een van de dingen die mij wel opvalt, ik denk ook aan dit, in welke mate dit wel... Kijk, er zijn wel dingen die steeds meer aannemelijk wordt voor Nederlanders, zoals QAnon, krijgt voet aan de grond. Er is een toenemende angst in de Nederlandse samenleving. Wat mij opvalt, maar ik weet niet hoe dit wel hierbij past, maar dat wat mij treft, zeker als Amerikaan, en misschien is het alleen maar vergelijking, is dus hoe de angst waar Erin Reich het over heeft in haar boek, hoe dat hier nog altijd minder is. Ik zie hier nog altijd in middenklassen die vrij goed afgeschermd zich voelt van de rest van de werkelijkheid. Die dan eigenlijk wel denkt van, nou, het gaat eigenlijk best wel goed met mijn leven. Ik richt mijn leven in op mijn eigen manier. En ik heb best wel wat solidariteit voor anderen over. En ik kan dat zelf wat vrijwilligerswerk doen. Maar het zijn eigenlijk vooral, misschien een hele lange Nederlandse traditie van burgerlijke zelfvoldaanheid, die zich nog... Hoe manifesteert zich burgerlijke zelfvoldaanheid? Het gaat goed met mijn leven. En we weten ook wel dat Nederlanders dat telkens weer blijven vinden, althans tot recentelijk. En de coronacrisis heeft dat deels ontwricht. Ook wel, we moeten kijken wat de inflatiecijfers doen. Maar we zien dat Nederlanders... Wij geven onszelf altijd een 7, ongeacht de veranderende omstandigheden. Ja, we vinden dat... in het land gaat het niet goed, maar bij mij gaat het goed. Ik heb mijn leven ingericht zoals het hoort te zijn en ik ben best wel tevreden. En je mag mopperen, hè, dus Simon Mark. Carmichael zegt dat Nederlanders tevreden zijn op een ontevredene manier. Hè? Dus dat zijn een van zijn bekendste uitspraken. Maar dat je... dus ik denk dat dat ook wel een deel is. En behoudzucht is daar onderdeel van. En dat je eigenlijk... En zeker, denk ik, in deze tijd waar je dan de wereld lijkt vijandiger te zijn, dan ben je misschien nog behoudender dan je al was. En bepaalde dreigingen komen wel verder naar voren. Maar wat ik merk in ieder geval nog altijd is een samenleving die eigenlijk vooral best tevreden is. En die onzekerheden die men heeft. Ik tref bij University College, waar ik hier nu terecht, waar ik dien van ben geweest, is dat heel erg herkenbaar. Overal hadden ze stickers in mijn laatste paar jaar. It's okay to fail. En dit is dan studenten die geselecteerd zijn voor succes, maar ze willen allemaal weten dat het wel okay was om te falen. Mm-hmm. Dus er zit in die zin bepaalde persoonlijke onzekerheden over wie ben ik, wat moet ik dan doen. Dat zie ik eigenlijk dus deels gedreven door een economie die hen onzeker maakt, maar er zit een diepere existentiële crisis daarin. Hè. Dus ik moet eigenlijk een mooi geëffend leven kunnen leiden, want dat is eigenlijk een beetje wat de norm in Nederland is. Maar kan ik dat bereiken? Ben ik daar wel goed genoeg voor? Kan ik dat wel zelf waarmaken? En kan ik wel blijven staan ten aanzien van anderen? Dus ik zie ook daar
bepaalde, ik zie daar een diepere existentiële crisis, die dan ook heeft te maken met, nou, wat moet ik dan wel zijn als individu en kan ik daar wel aan voldoen? Ja. En dit is trouwens wel precies ook wat die vrouwen heel erg zoeken online, bij elkaar en ook vinden. Dus die community die ze eigenlijk met deze vragen, zeker tijdens corona was dat natuurlijk die eenzaamheid en wat moet ik nu en de hele wereld is tegen me. Ze komen mijn kinderen pakken, we worden geïnjecteerd met chips. Het is geen vaccin, het is een chip. De elite neemt het over. Die zorgen en die vragen konden ze kwijt bij elkaar. En zo ontstond redelijk snel een gemeenschap waarin inderdaad dat eigen, dus niet voor niks heb ik het eigen welzijn eerst genoemd, dat eigen welzijn heel erg voorop stond. Ja. Maar dus ook de bereidheid om dat ten koste van een ander te handhaven. Dus in de gesprekken die ik dan voerde met dat soort, vooral vrouwen, zijn ook mannen hoor, de kopstukken zijn vaak mannen, waarin je zegt, waarom ben je dan bereid om dat over de rug van een ander te doen? Want je gaat dus stemmen op partijen waarvan je weet dat die andere groepen die al kwetsbaarder zijn dan jij eigenlijk nog verder naar beneden gaan trappen. En dan was het inderdaad een beetje dat smak antwoord waar jij het ook net over had, die zelfgenoegzaamheid. Van, nou ja, het is even mijn eigen welzijn eerst. Even van mijn kinderen, mijn positie. Ik heb het inderdaad best wel goed. De middenklasse van Nederland is ook totaal niet te vergelijken met die in Amerika. Maar ze vonden dat bij elkaar, de antwoorden op die vragen. En dat is dus inderdaad wel een belangrijk soort zingevingsvraagstuk. Roxanne, hoe hervinden we nou iets van gemeenschapszin of solidariteit? Ben je daar optimistisch over? Ik vond dat namelijk, ik was na het lezen van dit boek niet zo optimistisch over. Is dat terecht, vind je? Ik word nooit gevraagd om mijn vrolijke praatjes. Dat is zeker waar. Ja, ik vind het wel een gezellige avond trouwens. Hoor. Maar ben je daar optimistisch over? Ik ben van nature wel echt een optimistisch mens. En dat is waarom ik iedere dag opsta en denk, oké, ik wil nu. Voor mijn kinderen ook. Mijn dochter is hier met vrienden. Dus mijn hoop ligt ook daar. Dat zij de wereld gaan redden. Wat hebben we nodig als land? Hebben we revolutie nodig? Moet het eerst nog wat erger worden? Moeten we allemaal veel linkser gaan stemmen of onze eigen partij oprichten? Wat hebben we nodig? Ik ben het ook eens met wat jij zei. We hebben het ook nog niet slecht genoeg. Een groep in Nederland, want dat misverstand wil ik ook altijd wel uit de weg helpen. Iedereen zegt altijd tegen mij, ja, nou, je zult eens in Brazilië wonen. Nee, daar is het pas erg. Ja, maar dan komen we nergens hè, met dat soort vergelijkingen. Er is echt wel een hele grote groep in Nederland die het veel slechter heeft dan heel veel mensen zich realiseren. En ik geloof dat met inderdaad weer een ondergrens aan fatsoenlijke publieke voorzieningen en alleen al een belastingherziening, dat al een nieuwe horizon zou creëren. En dat moet mogelijk zijn. James, wat hebben we nodig? Nou, ik vond jouw boek best wel optimistisch. In de zin van dat eigenlijk, kun je zeggen, nou eigenlijk een wat meer aangeklede verzorgingsstaat zou wel heel veel helpen. Die eigenlijk mensen ondersteunen waar dat wel nodig is. En ik bedoel, ik denk dat dat ook wel zou helpen. Ik denk dat we, want de nood is in Nederland, zou helpen. Maar ja, het gaat dan wel dieper. En we hebben, ik denk dat de eerste plaats heeft te maken, en misschien is dat denk ik wat jij ook zegt. We hebben uit de middenklasse, denk ik, toch wel nodig dat er een nieuwe erkenning is dat in dit land, je hebt er eigenlijk te maken dat er een deel van de bevolking volslagen eigenlijk, als het ware, vervreemd raken zijn van de instanties in de samenleving, van de politiek. Dat ze eigenlijk betrekkelijk weinig verwachten van de mensen die het land besturen. En dat zij dan wel echt in die zin in de knel komen. En ik denk dat de waan is geweest dat de middenklasse heeft altijd gedacht, wij zijn Nederland en het gaat goed met mij, dus er is verder geen probleem. Ik hoef eigenlijk me nergens echt heel erg voor aan te trekken. Maar we hebben, denk dat het wel belangrijk is dat we beseffen dat er een crisis is en een crisis wel zal verdiepen, tenzij wij daar goed in de ogen naar kijken. On that note. We gaan nog even doorpraten vanavond over of een revolutie moet komen, nog even wat erger moet komen, of misschien wel een linkse partij oprichten. Roxanne van Ypres, James Kennedy, ik vond het superleuk dat jullie waren. Dankjewel. En achter ons gaan we nog even spelen het Nationaal Jeugd Jazz Orkest. Geef ze een heel groot applaus.